Tja Knol, het is een beetje te kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag ben ik samen met Link Tijger, met Game Meneer en met Jeremy Freunzer. Jeremy! Ja. Ik heb een vraag gesteld op Twitter en dat was deze vraag. En daar staat, heb jij vragen voor Game Meneer, Jeremy Fries of Link Tijger of voor mij? Stel ze dan, kom in de video, bla bla bla. Nou, laten wij ons de butten de vragen op reageren gaan beantwoorden. Ja. We hebben heel lang geen Q&A gedaan. En het werd wel eens tijd. Jeremy. Wat zou je doen als je Milan zijn kin had? Praat eens wat harder. Articulala. Wat is deze man? Hou me van mute! Oh. Ik was gemute, mijn lijn was gemute. Oh. Oh. Hey, jongens. Wat zou je doen als je Milan zijn kin had? Ja, wat de fuck is dat voor vraag? Polijs de kin. Wordt het aan jou gevraagd, Don, of aan Jeremy? Ja, maar al wordt het aan mij gevraagd? Zijn het nog? Het is zijn vraag! Zijn allemaal overgeven! Link, wie zou je vermoorden? Don of Coco? Don. Ja, dat gaat niet. Geen twijfel. Oké, is goed. Milan. Hallo, doe even normaal. Don is mijn beste vriend. Ja, maar hè? Coco verkoopt meer merch. Hier, kijk maar. Don en ik zitten altijd in ons zakkie. Echt helemaal niet. We zijn beste vrienden, maar ik mag niet eens in zijn zakkie zitten. Hoeveel geld besteed je maandelijks aan nieuwe borden? Gewoon maandelijks. Valt wel mee. 20 euro. Don. De volgende is voor jou. Waarom neem je geen meeuw als huisdier? Omdat het onbeesten zijn. Kak je hele huis. Ja, het zijn echt achterlijke beesten. Dat moet je echt niet willen. Volgens mij mag het ook geen eens. Dus ja. Vraag voor Jer. Is Don je beste vriend? 102%. Dat is echt vriendschap, hè? Ja. Is Jer je beste vriend? Alleen als ik in zijn buidel zit. Ja, jij gaat ook in mijn navel. Nog een nou. Anders zegt daaronder ook letterlijk zo zoiets. Jij zegt ja, Don zegt nee. Ja. Oh, de video staat al daar. En dan deze smiley hierbij. Ja. Dat twee keer. Ja, maar jij. Wat is dit? Wat? Jodio mensen, welkom terug bij Map van de Tijger. Oh, dit is geen eens een remix. Nee. Ja, we noemen dit een remake. We rekken het gewoon even uit. Meeting Pascal. Link. Link komt ook. Oh mijn god, het zat daar vet klein. Link komt ook. Dit is zo leuk. Meeting Pascal. Doen jullie ook zo gek als de camera uitstaat? Zo niet, leg dan eens uit hoe jullie je dan gedragen. Nou, die hervertellen hoe je het gedraagt. Het gaat over konten en... Ja, take it for the team. En percentages en... over hoeveel procent gay je zou zijn als... Ja, maar eigenlijk inderdaad is het gewoon hetzelfde, toch? Ja. Vrijwel. Ja, nou, kijk, Jeremy is wel een graadje extra vervelend als de camera. Extra vervelend, ja. Ja, ik vind misschien wat extra... ik ben wat normaler in de video. Ja. Welk ship shippen jullie het meest? De Titanic. Oh, wacht. Jerome. Maar Kais, of Dormy. Dit is belangrijk. Dit is de vraag der vragen. 50-50. Welke is het? Pub of Fortnite? Fortnite. Geen. Pub. Meneer Mama Tijger weer allemaal Waar was dat? Ik weet het niet. Ik weet wat het was. Was dit Center? Dit was in Center Parks, ja. Echt? Oh, ja, camera. Ja. Ja. Milan, nu gaan we weer. Wanneer gaan we weer? Dit jaar. Oh, zo, wat lekker breed. Hoop ik. Ja, is net begonnen. Deze eeuw nog. Wat is de achternaam van Don of Link? Don, Link en Link, Don. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoeveel het er zijn. Ik denk minder nu. Ja, omdat het geverfd is. Kijk. Ja. Er zijn er vijf. Andy boy. Remember, dit is Milan, this is him now, feel old yet. Niks veranderd! Nou ja, de stofzuiger zit op de andere wang. Ja. Rechts heb ik mijn haar gedaan. Ja, echt? Links ook. Met de stofzuiger zeker? Oh, hier, kijk. Is de paper nog gebruikt door Kai? Nee. Hoe weet jij dat? Nou ja, met Kai heb ik het over. Dat zijn gewoon belangrijke dingen. Oh, oké. Maar nee. Oh, dit is wel een leuke Jasmin Polder. Milan, als je zeg maar de rollen die de mieren hebben in een groep gemeenschap zou moeten geven aan Team D&D, welke rol zou je dan aan wie geven? Hey, wat een originele leuke vraag. Dat vinden wij leuk, like hem.
Like. Wat ben jij? Ja, op Daags D ben ik de koningin. Jezus, het is wel heel arrogant dat je dat zegt. Ja, vind ik wel jammer. Kan echt niet. Nee, ja, maar sorry, maar dat is gewoon zo. Nee, Oké, ga dan maar verder. Nee, want wij moeten hier nou weer video-ideeën gaan zitten maken. Ja. Ja, dat weten de kijkers niet, maar jij wist niet meer. Ja, zo zijn we buiten de schermen. Ja. Milo doet heel gewoon van, ik heb dit bedacht, zitten wij buiten de schermen. Jongens, moeten we op bedenken voor de deur. Ja. Dat is helemaal niet waar! We waren de afgelopen jaren altijd zo. Nee. 80% hadden wij bedacht. En dan kan Milo soms even. Ik denk dat Jeremy de soldaat is. Ik denk dat Don de werkster is. En ik denk dat Link de verkenner is. Maar eigenlijk, nee, misschien is het wel anders. Misschien is Link wel de soldaat omdat hij nooit naar buiten gaat. Dan zal hij het fort bewaken. Jeremy is meer van de reizen, dus die zal dan eigenlijk de verkenner zijn. En ik ben gewoon ongetwijfeld de werkster. Jij bent altijd de werkster. Je bent een harde werkster. Je bent altijd gewerkt, weet je. Een harde werkster. Dit is belangrijk. Bij een tosti, ketchup of curry? Ketchup. Ketchup. Geen één. Ik ga voor curry. Curry is democratie. Maar curry is ook heel lekker. Jeremy, ga weer kaarten verstoppen. Ja, heb je kaarten bij je? Dat vind ik nou leuk. Nee, ik heb het niet bij me. Oh, heb jij nog Uno kaarten? Nee. Nee. Het is nog een droom, je goed, Link. Om met z'n allen gezellig op vakantie te gaan dit jaar. Dat is wel mooi. Met z'n allen in een pepergrote villa zitten. Dat is ook wel leuk. Ook wel genieten. Wie betaalt dat? Milan. Milan. Waarom? Democratie hier, hè? Nou, van deze video. We zitten er al. We zitten er al. Nee, maar wel gewoon een goeie. Nou, maar je zit er al! Ik zou wel een normale baardgroei willen hebben. Ja, maar wie niet? Dat is een droom. Ja, ik ook wel hoor. Wat is dit? Wil je verkering? Wil je verkering? Hey! Wil je verkering? Hey! Wil je verkering? Hey! Wil je verkering? Wil je verkering? Ja. Ja, mooi. Ja? Mooi. Als je een dode meme kan terughalen. Welke meme zou je terug willen halen? Ik denk dat de... Shooting Stars. Die was leuk. Ik vind die nog steeds leuk. Die is wel leuk, ja. Ik weet niet, ik denk de Dark Kermit meme. Ik weet niet, je had zo'n twee kanten Kermit. Ja, ja. Met die hoodie. Welke ik ook leuk vond was de All-Star meme. Die was ook leuk. Dit is een precies wat ik weer terug wil hebben. All-Star en Shooting Star. Maar het past zo erg dit, hè? Maar ik vind die sloth vind ik wel leuk. Dit vind ik een leuke meme. Van die vroeger. Hé, maar deze doet de Joost is lang. Nou, alsjeblieft je antwoord. Altijd. Oh, ik heb een marathon met een Lotte gehouden. En bij elk intro, ik lach enorm muf gewoon. Maar dat doet iedereen ook, hè? Hij komt nog eens. Waarom is slow-mo? Oh, dat die scherm zo perfect is. Reageer op katfilmpjes. Nou, bedankt voor het kijken en bedankt. Klik hier voor een nieuwe video. Nee. En als je klikt,